Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Peetjes Haakhobby. In deze video de unboxing van een pakket van Janice Eve. In dit pakket zitten spullen die ik bij de pop-up shop van april heb gekocht. Ik zal zo uitleggen wat dat precies is. Maar deze zijn dus eind april, begin mei verzonden. En dat pakketje kwam aan vlak voordat we op vakantie gingen. Dus ik heb toen geen tijd gehad om het uit te pakken en te unboxen. En toen is het eigenlijk een beetje blijven liggen. En aangezien het deze week alweer de laatste week van de maand is, is deze week weer pop-up. Dus ik dacht, dan wordt het toch eens tijd om deze te gaan unboxen. Kijk, dit vond ik zo leuk. Save the Planny, it's the only one with chocolate. Wat is nou die pop-up waar ik het over heb? Degene die Maak het met Miranda volgen en die Janice Eve kennen, die weten wel wat het is. En ik heb al meerdere unboxings daarvan ook online staan. Dus mocht je die gezien hebben, dan weet je misschien ook wel wat het is. Maar mocht je het niet weten, we hebben Miranda van het YouTube kanaal Maak het met Miranda. En we hebben Eva van de webshop Janice Eve. En de laatste donderdag en vrijdag van elke maand gaat Miranda naar Eva. En dan doen ze in de live uitzendingen van Miranda, van de donderdagmiddag, de donderdagavond, de vrijdagmorgen, vrijdagmiddag en vrijdagavond, allemaal pakketjes of bollen, garen verkopen uit de webshop van Eva. Vaak is dat dan wel met enige korting. En het werkt dan zo dat ze iets laten zien, een pakketje wat ze samen hebben gesteld, of bepaalde bollen of wat dan ook. En dan wordt er gezegd, nou dit is het, dit is dit materiaal, alle details worden benoemd. Dit pakket kost zo en zoveel. En wie wil het hebben? En dan noemen ze een nummer. En diegene die dat nummer als eerste in de chat noemt, die mag het kopen. Dus het is een beetje een soort van veiling, maar toch ook weer net niet. Maar ik vind het wel altijd heel leuk en heel gezellig. En het is ook wel spannend, want iedereen toetst dan tegelijkertijd natuurlijk dat nummer in. Maar het gaat erom welk nummer het eerste in de chat staat bij Miranda en Eva. Ja, en bij de een werkt het internet even sneller als bij het andere. En via welke wegen ze allemaal aan moeten komen. Dus het is altijd wel spannend of je het daadwerkelijk mag kopen. En ik koop eigenlijk bijna elke keer wel iets. En de afgelopen keer dacht ik eerst ook van, ik ga niks kopen, want ik heb eigenlijk niks nodig. Ik heb nog zoveel liggen. Maar zoals je ziet, dat voornemen is mislukt. Voor zover ik me kan herinneren heb ik niet heel veel gekocht. Maar dat gaan we zo bekijken. Maar voordat ik ga beginnen met het openmaken van dit pakketje, wil ik je eerst vragen om, als je dat nog niet gedaan hebt, even op die abonneerknop hier beneden te drukken. Abonneren kost jou verder niets en mij doe je er een groot plezier mee. Wil je niks missen van mijn filmpjes, druk dan ook even op het belletje naast de abonneerknop, want dan krijg je vanzelf een melding wanneer er een nieuwe video online komt. Onder deze video zal ik linkjes zetten naar het kanaal van Miranda en naar de webshop van Eva. En ja, wil je ook eens meedoen en wil je het ook eens zien hoe dat gaat? Aanstaande donderdag en vrijdag, en dan moet ik natuurlijk datums gaan noemen, want ik weet niet wanneer je dit filmpje nou kijkt. Dat is dan de 30ste en de 31ste mei. Is Miranda weer bij Eva en zijn er weer pop-up shop uitzendingen. Genoeg gekletst. Ik ga dit pakketje openmaken. Ja, ik wil het eigenlijk altijd zo netjes mogelijk openmaken, maar het zit altijd heel goed dichtgeplakt. Dus ik denk dat het toch weer gewoon een beetje kapot trekken wordt. Zo. Nou. Allereerst begin ik hiermee. Dit is een zakje met goodies. Bij elke bestelling van Eva krijg je zo'n leuk zakje erbij. Scheepjes, inspiration and every ball of yarn. En hier zit een bedankkaartje op. Zoals je kunt zien. Verrammeld. Ik pak even alles in één keer eruit, want anders blijft het zo kraken. Hier zit een zakje mee vastgeniet. Oké, dan doe ik die zak even aan de kant. Ik begin even met alle kaartjes. Dit gaat over de Kroonluchter Sapporo. Het patroon is, of het pakket is nu verkrijgbaar in de webshop van Eva. If I can't take my yarn, I'm not going. En dit is de pop-up shop waar ik het over had. Iedere laatste donderdag en vrijdag van de maand. En hier staat een QR-code die je kunt scannen als je erbij wil zijn. It doesn't matter if I crochet 2 hours or 13 hours, I still want to crochet the next day. Ik denk dat dat niet alleen voor crochet haken geldt, maar voor alle hobby's, neem ik aan. Even kijken, ik ga nog wat verder hier met kaartjes. Met liefde speciaal voor jou gemaakt. De Elsa Cole, ook te vinden op de webshop van Eva. Nee, het patroon is gratis te vinden op het webblog van Janice Eve. I don't need therapy, I just need to crochet. Create love with yarn, it binds. Bestel voortaan op www.janiceeve.be. Bekijk haakvideo's op YouTube, Vonne's creaties. En dan staan hier nog de groetjes van iedereen, van Vonne en van Janice Eve. De Simply Winter Set, verkrijgbaar als haakpakket of als los patroon. En dan is dit het visitekaartje van Mike, van Mike's creatieve wereld. Het visitekaartje van Draadje Los, Joke Schuurman. Kijk of die scherp wil stellen. Hier. Oeh, ik ga ermee gooien. Handmade with love. Dan hebben we hier visitekaartjes van Maak het met Miranda. Nou, zo kan ik de voor- en achterkant in één keer laten zien. Het visitekaartje van Janice Eve. met het visitekaartje van Vonne's creaties. Failure is the mother of success. En dan heb ik hier nog een kaartje dat zegt: Thank you. When you support a small business, you're supporting a dream. Your purchase made my day. I hope this package brightens yours. I really appreciate your support. En hier nog een. Knitting is my favorite sport. En er zit hier nog een klein hartje. Dat waren volgens mij de kaartjes. Kijk, wat heb ik hier nu nog verder liggen, want dat was het nog lang niet uit de goodie bag. Een wierookstokje. En een spuitje. Dus een pen. Helemaal leuk. De Maak het met Miranda button. Er zit een zakje bij met een grote stopnaald. En steekmarkeerders. Die komen natuurlijk altijd van pas. Even kijken wat zit. Kijk, hier zit een heel leuk doosje. En wat zit daarin? Er zit een heel leuk hangertje in. Ik moet nog een beetje oefenen met mijn camera, voor wanneer stelt hij nog scherp. Hier nog een leuk zakje. Met een bloemetje. Die kun je ergens opspelden. Een beetje lastig om zo te laten zien. Kijk. Is een heel leuk speldje. Ja, speldje, hoe noem je het? Dan heb ik hier nog een zakje met thee en snoepjes. Happy every day. Hier heb ik nog een zakje. Zet op. Thank you for celebrating with us. Okay. En daar zit in. Het houdt me niet op. Ik doe het kaartje even in het zakje. Is wat makkelijker voor nu. Want het is nog niet klaar. Ik heb hier nog één zakje liggen. Kijk dan een leuk stickertje dat erop zit. Hier zit in een bolletje Scheepjes Katona. En dat was dus alleen nog maar de goodie bag. Ik stop even alles terug erin. Doe ik straks wel. Want ik bedenk me dat ik daar ook nog foto's ervan wil maken. Maar dan gaan we verder naar mijn bestelling. Met dit pakket kreeg je zo'n leuke koeltas erbij. Kijk, ik ben nu dus al, even kijken, een kwartier aan het uitpakken. En ik heb alleen maar de goodiebag gehad. Kijk nou wat leuk. Altijd handig hè, voor in de zomer, voor als je gaat zwemmen of wandelen of wat dan ook, om je spulletjes lekker koel te houden. Hier zit het dus hartstikke leuk. Nou. Maar het ging natuurlijk hierom. Dit is een pakketje nummer 1 van Lamia's. Multicolor zoals je kunt zien. Even kijken, 100 gram is ongeveer 300 meter. Er zitten 5 bollen in. Dus het is ongeveer 1500 meter. Het is geschikt voor naald 3 tot 4. En het is 100% acryl. En dan heb ik altijd als ik naar zo'n pop-up zit te kijken, dat ik denk, oh, daar kan ik dit of dit of dit van maken. En tegen de tijd dat ik het hier heb ben uitgepakt, denk ik van, wat wilde ik er ook weer mee maken? Maar goed, dat komt altijd wel goed. Volgens mij was dit een verrassingspakket. En ik weet dus ook al even niet meer wat het dan precies voor een verrassingspakket is. Maar kijk, hier kan ik het even laten zien. Hier zit dan het nummer. Dat is het nummer wat dan in de live geroepen wordt. 337 in dit geval. En dan plakken ze dat op een pakketje erbij met de naam van degene die het dan gekocht heeft. En bij je bestelling moet jij dan zeggen van, nou, dit is mijn naam op YouTube waarmee ik het gekocht heb en dit zijn de nummers die ik had. Kijk wat hier dan in zit. Tuurlijk, sokkenwol. Als het goed is, 3 keer 2 dezelfde bollen. Ja. Dit kleurtje, en dat is ook van Lammy Yarns. En even kijken, hier 75% wol, 25% polyamide. En dan heb je nog dit kleurtje. En dan heb ik nog... Oh, dit is een andere. Want dit is de strumpengarn, of hoe je het ook uit moet spreken. En dit is de running. Even kijken. Het is ook 75% scheerwol en 25% polyamide. Dus de samenstelling is hetzelfde. Allebei 50 gram is ongeveer 210 meter. Maar dus, sokkenwol zat er in dit pakketje. Nou, dan heb ik dus maar 2 dingetjes gekocht in de pop-up shop. Dat vind ik toch nog wel netjes. Daar heb ik me toch nog wel enigszins ingehouden. Ik ben er in ieder geval weer helemaal blij mee. Ik vind het wel echt een hele leuke kleur. En ik heb het al vaker gezegd, het wordt toch eens tijd dat ik dan ook daadwerkelijk sokken ga breien. Want dat wil ik nog steeds heel graag doen. Ja, er zijn zoveel dingen die ik heel graag wil. Maar ooit komt het ervan, in ieder geval. Dit was er tussen mijn pakket van Janice Eve. Vond je dit een leuke video? Dan zou ik het heel leuk vinden als je op het duimpje onder de video wilt klikken. En ook vind ik het heel leuk als je een reactie achterlaat. Reacties lees ik altijd. En duimpjes en reacties zorgen ervoor dat mijn filmpjes beter gevonden worden. Dus het is niet zo dat ik duimpjes wil om een veer in mijn kont te krijgen van goed gedaan. Maar het is gewoon, dan gaat het algoritme van YouTube aan de gang. En dan worden mijn filmpjes eerder gevonden. Dus daar maak je me in ieder geval heel erg blij mee. Onder in deze video, zoals eerder al gezegd, de links naar het kanaal van Miranda en de webwinkel van Janice Eve. En daar staan ook mijn socials genoemd. Al ben ik nog steeds niet heel erg goed in het bijhouden daarvan. Ik vind het toch leuk als je er af en toe een kijkje komt nemen. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video.